Mijn vader heeft een verslaving. Ja, dat staat er. Het is een verslaving. Niet aan drugs en andere dingen, voor zover ik weet, maar wel aan de Mille Miglia. Dat is een boek geschreven door mijn vader, Ward Tans. Dat is Padre Tans. Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. Rossellini è esattamente mezz'ora dietro di noi, ma la sua Ferrari ha il motore 3 litri più forte. Un corrente americano parte con la sua Ferrari. Mille Miglia was een stratenrace die gehouden werd, is geworden tussen 1927 en 1957. En die vertrok in Brescia, had een keerpunt in Rome en ging terug naar Brescia. En die was eigenlijk gegroeid uit het feit dat Brescia vond, of een aantal mensen Brescia vonden, dat Brescia opnieuw de hoofdstad van de motorsport, van de autosport moest worden. En vier vrienden, zeg maar, die hebben dat georganiseerd. En het was vanaf het eerste moment eigenlijk al een gigantisch succes. Ma già tenta di batterlo. Nino Farina, accompagnato dal fedele parenti. En Mille Miglia, dat betekent gewoon 1000 mijl. En dat zegt eigenlijk ook wat die autorace was. Ze moesten 1000 mijl rijden zo snel mogelijk. En in één keer. Dat sinds eind jaren 80 of zo zijn ze die race opnieuw gaan rijden. Het concept is een beetje aangepast hoor. Ze doen er nu 4 dagen over. Maar de route is wel nog altijd hetzelfde. En dus die auto's die meerijden, die moeten wel echt hebben meegereden aan die race toen. Of dat moet een auto zijn die hetzelfde is als ene die heeft meegereden. Want er zijn er natuurlijk ook gewoon veel in de prak gereden of verloren gegaan. De Mille Miglia nu is eigenlijk een herbeleving, het in stand houden van de herinnering. Omdat die wedstrijd een heel veel betekend heeft voor de autosport, ook voor de ontwikkeling van de automobielindustrie. En ja, het is een uniek evenement. Momenteel is het het grootste en meest uitgebreide en ondertussen ook duurste rijdende museum en meest bereikbare museum eigenlijk wat er is. Mijn pa heeft iets met auto's altijd al gehad. Hij kijkt er graag naar, hij ruikt ze graag, hij hoort ze graag, hij voelt er graag aan. En die Mille Miglia die heeft hem te pakken gekregen. En hij vroeg of ik eens wou meegaan. En hier zijn we dan samen in Noord-Italië. En mijn pa heeft een keitoffe route uitgestippeld. Daar gaan we kijken, daar niet. Daar checken we de omgeving. Dan gaan we eens kijken waar de auto's passeren. Hij heeft het eigenlijk allemaal top geregeld. Nu, die effectieve Mille Miglia die duurt 4 dagen. Maar hier in de buurt staat alles op zijn kop de hele week lang. Eerst worden de auto's al een keer technisch gekeurd in een grote hal. Die staan daar allemaal mooi op een rijtje. Je kunt die daar alles gaan bekijken. Je kunt daar al wat foto's maken. Maar ja, dat is binnen. Die auto's staan stil. Dat is niet hetzelfde. Maar dan rijden die naar het centrum van Brescia. Waar eigenlijk heel de stad op zijn kop staat. Dat is de startplek van de Mille Miglia. Maar er is ook de Ferrari Tribute. Dus eigenlijk mensen met een Ferrari kunnen zich inschrijven. Dat zijn er maximum 100. En die vertrekken vanuit Desenzano. Die gaan eerst eigenlijk al de tocht van de Mille Miglia rijden. Omdat dat plezant is en Italianen hebben iets met Ferrari. Daar is geen leeftijdsbeperking op de auto's en zo. Maar die vertrekken dus hier. En ik denk dat dat zo meteen heel veel lawaai gaat maken. Maar daarna komen dus de echt leuke auto's hier voorbij gereden. Ik weet niet of je ooit in je leven een Ferrari bent tegengekomen. Misschien is er u al eens een gepasseerd op de snelweg. Ga veel te snel, je hebt geen tijd om te kijken. Maar hier staan er bijna 100 bij elkaar. Stel dat je heel je leven spaart voor zo'n ding. Dat is plezant, maar dan moet je dat nog vol tanken ook. Hè? Of je nu fan bent van Ferrari of niet. Ik denk dat het sowieso toch wel een indruk nalaat. Een pa is ook geen Ferrari fan, maar... Welke zou je kiezen? Als je gewoon een mocht pakken? Eentje waar Bonita ook achterin past. Eén waar de hond achterin past.
zijn intussen allemaal vertrokken. Alle 100 of zo. Ik weet niet of het er exact 100 waren. We hebben nu opnieuw een perfecte plaats uitgekozen. Het voordeel is natuurlijk, we hebben zo'n mediabandje. Dat heeft mijn pa geregeld. Daarom mogen wij hier gaan staan. Topzicht, hier passeren ze allemaal. Het was vanaf het eerste moment al een mythe en die mythe wordt gewoon weg doorgetrokken. Met alleen met dat verschil dat het nu een regelmatigheidswedstrijd is over 4 dagen. Ja, vroeger was het je vertrekt in Brescia, wie dat terugkomt en op de minste kortste tijd daarvoor nodig had, die had gewonnen. Een filmpje maken of zoiets. Ja? Dat nummer 44 ertussen staat, zijn die mensen ook blij. Welke auto is dat? Alfa Romeo. Nummer 44. Die moeten we in de gaten houden. Dat was hem, nummer 44. Prachtige Alfa Romeo. Al die auto's hebben ook een nummer. Bijvoorbeeld 77. Hoe lager het nummer, hoe ouder de auto. Dus bijvoorbeeld nummer 3 is veel ouder dan nummer 350. Maar dat zijn dus wel auto's die misschien wel van 1927 zijn. Moet u dus voorstellen, 1927. Er zijn bijna geen bejaarden meer uit die tijd. Dus dat is heel oud. Dat was een Hollander die is verkeerd gereden. Moest dan even achteruit gaan om zijn, hoe heet dat, tijdcontrole of zo. Ja, zijn stempel te krijgen voor de timing en zo. En ja, hij is uiteindelijk dan toch de juiste richting uitgereden. Hier en daar durft er toch wel eens een op zijn gas te duwen op een lange rechtstuk. Maar feit is wel dat ze nog altijd heel veel lawaai maken voor de snelheid die ze eigenlijk maar rijden. Maar dat geluid dat hoort er wel een beetje bij. Het is jammer dat je het niet kunt ruiken, want officieel stinkt dat. Maar ik ruik dat eigenlijk wel graag. Piloten hier passeren, dan zijn ze zo'n half uur, drie kwartier onderweg ongeveer. En dan passeren ze Desenzano del Garda, dat is waar we nu zijn. Dat is dus aan het Gardameer. Ik weet niet of ze er echt keihard mee bezig zijn, maar het uitzicht is fantastisch als je hier passeert. Nu, hoe hoger die nummers van die auto's, hoe nieuwer dat die eigenlijk zijn. Nieuw is heel relatief, hè. De jongste auto is 65 jaar, dat blijft een super oud kar. Maar je ziet wel een super groot verschil tussen die eerste en die laatste. Want die laatste, dan zijn ze ineens gestroomlijnder geworden. Zijn ze gaan nadenken over aerodynamica. En ja, die zoeven door het landschap. Aan 50 of zo hier. Het is misschien wel een beetje zo'n soort verslaving. Het jaar is niet af als ik niet daar ben geweest. En ja, als je dan die hele periode van 1927 naar 1957 overloopt, dan krijg je eigenlijk een heel interessant stuk geschiedenis. Want tussen 1927 en 1957 was er in Europa best wel het een en ander in beweging. Er zijn wel wat dingen gebeurd. Die technologische ontwikkelingen, dat wordt bepaald door de maatschappij en de cultuur waarin dat gebeurt en alles wat daar omheen gebeurt. En dat is, ja, eigenlijk vind ik geschiedenis gewoon interessant, maar dan heel specifiek meer gericht daarop. De tweede dag van de Mille Miglia, die hebben we overgeslagen, want al die mannen die reden helemaal via het oosten naar Rome en dat is een gigantische rit, dus die hebben we even aan ons voorbij laten gaan. Maar wij zijn intussen Italië helemaal overgestoken van Desenzano del Garda naar de andere kant, naar Toscane, naar, hoe heet dat hier nu weer al?
naar Via Reggio. En dat is eigenlijk wel een unieke plaats, want dat is eigenlijk zo wat de enige stad in de regio die aan het strand ligt. Dus iedereen die hier graag op het strand ligt en zwemt in de zee, die moet hier zijn. We hebben een paar uur tijd voor de Mille Miglia passeert in Via Reggio. Dan kunnen we een beetje sightseeing doen en luisteren naar het lawaai van de werkmannen. Maar als er boten te zien zijn, dan ben ik toch altijd ook een beetje getriggerd. Het is de moeite wat er hier allemaal ligt. Stijn wordt aan zijn eerste die box fietsen, man. Kies er maar één uit. Of zijn die te klein? Dat is te klein. Veel te klein. Beter zo'n superjacht. Ja. Nog een paar jaar, een maand of twee sparen, dan komt er wel een orde. Meestal is het weer heel mooi. Eten en drinken is goed. Het landschap ziet er prachtig uit. Ja. Waarom niet? En zoals elke keer is het eerst aan de grote jongens met de Ferraris, een stuk of 100, die passeren. En dan is het aan de echte. Eerst de hele oude en zo worden ze telkens nieuwe. Als ze nog altijd in de oorspronkelijke volgorde rijden tenminste. En opnieuw ook weer die lekkere geur. Je mocht eigenlijk niet luid opzeggen, maar ik ruik dat echt graag. En het coole is, net voorbij de tijdcontrole in Via Reggio, pakken ze hier achter mij een bocht. En dan is er even een rechtstuk. En de mensen die hier komen kijken vinden dat super cool, want die roepen dan allemaal, een beetje supporteren. En die hopen allemaal dat die auto's een keer heel hard op de gas duwen. En dat je daar... Een keer luisteren. Veel nog mee. Maar dat bedoelen ze dus. En in al die dorpjes is er zo een plaatsje gereserveerd of georganiseerd om waar ze passeren. En er staan overal toeschouwers, die vinden dat allemaal de max. Het duurt een uur of vier in totaal, de Ferraris en de oude karren samen. En dan zijn die gepasseerd. En dan ruimen ze alles weer op. Ik zocht heel veel op over de auto's, over de piloten en over de ingenieurs die dat ontwikkelden, de fabrikanten, zelfs wie dat ding financierde allemaal. En door corona, ik noteer dat allemaal, maar door corona ben ik heel weinig buitenshuis geweest en ben ik dat eigenlijk een beetje gaan verzamelen en zei ik op een gegeven moment tegen Chantal dat ik dat bij elkaar gooi, dan heb ik een boek. En die zegt, doe dat dan, ik heb dat gedaan. En Edicola vond het de moeite waard om het uit te geven en ineens was er een boek. Zo, af en toe stopt er eens een langs de weg. Geen idee waarom eigenlijk, want ze hebben niet altijd technische problemen. Maar die Mercedes die je daarnet zag met die vleugels, vleugeldeuren. De vleugeldeuren, die ik denk dat die gewoon even wou bellen. Die moest dat, gewoon even bellen. Dat ding gaat geen Bluetooth hebben waarschijnlijk. Waarschijnlijk niet, nee. Voor de rest, ja, dat scheelt toch niks aan. Zou je zo een willen? Als je dat niet zou willen, zou ik er een klein beetje achterlijk aan. Hoeveel kost dat? Ja, het ligt aan welke conditie. Maar ik denk dat je in een goede 1,5 miljoen denk je dat vindt. 1,5 miljoen? Vind je geen goede? Geen goede. Nee. Intussen zijn ze weer allemaal gepasseerd. Wij gaan morgen onze laatste stop doen in Bergamo en nu iets eten. Dat is ook hun laatste stop voor de aankomst. Voor de aankomst. Dus wij kunnen weer op zoek naar de lokale gastronomie. Eigenlijk is dat tot nu toe nog niet tegengevallen, hè, die lokale gastronomie. Helemaal niet. We hebben ervoor gekozen om niet slecht te eten. Ja, en het is gelukt.
laatste dag van de Mille Miglia zijn we afgezakt naar het noorden van Italië, naar de prachtige stad Bergamo. En zoals je al hebt gezien, zijn we hier niet alleen. En het is heel warm. Het is een evenement wat heel veel mensen op het been brengt, omdat er dingen te zien zijn die je anders nooit te zien krijgt, die je vooral niet rijdend te zien krijgt. En zijn grote bereikbaarheid. Iedereen, dit staat open en is een heel aangename sfeer. Het is net alsof alle standen en rangen wegvallen. En het allemaal op hetzelfde. Ja, allemaal liefhebbers onder elkaar. En dus een heel amicale, aangename sfeer. Ja, mensen van mijn leeftijd die met zo'n vlagje van een millimedia gelijk in de vijfjarige peuter staan te zwaaien. Ja, het heeft iets. Het is een heel uniek gebeuren. Het kan ook alleen maar in Italië. Want als de Mille Miglia passeert, ze mogen alles. Verkeerslichten er niks mee te maken. Voetgangers die gaan wel opzij. Is er geen plaats op de weg, maar we moeten door. Dus we rijden over de stoep. Ja, prima, we rijden over de stoep. Niemand die daar enige aanstoot aan neemt. Je staat er misschien niet bij stil, maar het is 31, 32 graden hier. En onder de bomen is het fantastisch. Kun je het goed uithouden, dat is eigenlijk zelfs chill. Maar als je twee stappen onder die bomen uitzet, dan is het gewoon kapot gaan smelten. Direct patat in je gezicht van de zon. Maar al die auto's, die hebben geen airco. Hier en daar kan er wel eens een dak open, maar dat is ook weer te warm. Dus echt afkoelen kun je niet in zo'n ding. En aan 1600 kilometer rijden door die 32 graden. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Ik drink zelfs een frisse iced tea en ik ga een fris douche pakken. En dan gaan wij lekker op ons gemakje in de schaduw goed eten. Goed Italiaans eten. Ik ga niet klagen. Bent jij nog niet gesmolten? Het scheelt niet veel. En wat vond je daarvan dat ik ben meegeweest nu? Dat is mij eigenlijk heel, heel leuk bevallen. Maar ik was op voorhand een klein beetje, niet benauwd, maar een beetje voorzichtig, omdat dat niet zozeer uw wereld is in vergelijking met dat het mijn wereld is. Ik was eigenlijk heel, heel erg benieuwd, maar ik maakte mij niet echt zorgen om gewoon het feit dat het evenement, losstaande van dat specifieke autogedoe, het is een evenement wat best wel de moeite van bekijken waard is. En voor heel mensen is het, veel mensen die er echt totaal niet aan geïnteresseerd zijn, is zo één dag vinden ze dan wel fijn, maar het was een ganse week van dat. Dus ik heb het heel fijn gevonden, maar hoe heb jij het gevonden? Want het is, Ik vond het super indrukwekkend. En ik vond het ook heel fijn om eens heel veel quality time eruit te hebben. Want dat neemt je anders niet. Nee, ook dat was een unieke gelegenheid. Hè. Een roadtrip door Italië met zo'n vader-zoon. Dat is wel een aanrader voor veel mensen. Maar ik moet dus misschien wel eens overwegen. Het is een goede zaak, denk ik. Hoop ik. Niet twijfelen, gewoon doen. Gewoon doen, dat is. Maar dat is levenskwaliteit. Hè. Een goed idee, gewoon uitvoeren. Ja, dat heb jij gedaan. Hè. Ja, dat moeten we weer iets anders gaan verzinnen. Dat komt wel. Vind wel iets.